review, vrienden. Oh! Oh! Hoe is het daar? Nou, hier gaat het wel lekker hoor. We doen ons best. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons eigenlijk met je opgestuurd? Ik kan niet wachten. Haha! McDonald's! I'm loving it! Dat is niet helemaal waar. Ik heb met McDonald's wat ik ook heb met vreemdgaan. Op het moment dat je ermee bezig bent, is het heerlijk. En achteraf denk je, ik denk niet dat ik dat had moeten doen. Ik kan ook niet normaal naar McDonald's gaan. Het is ook niet van, mag ik één hamburger? Nee, ik moet dan een zak hamburgers hebben. Dat zie je ook wel aan mijn toetje. Dus het kan niet normaal. En als je dan klaar bent met het eten, dan denk je, ik zou het liefst onder de douche willen liggen in een foetushouding. En dan huilen. En met een stuk chocolade, bank onder een dekentje. Maar goed, daar gaat het even niet over. Dat gaat even over het reviewtje. Wat hebben we hier? Ik zie hier een McChicken, ik zie hier een McChicken, ik zie hier iets in een raar doosje. Nou, dat is inderdaad een McChicken. Dat is inderdaad ook een McChicken. En dat is inderdaad ook een McChicken. Kun je nou een review van maken? Gewone McChicken, spicy McChicken, veggie McChicken. Het zijn toch drie verschillende dingen. Ik zag inderdaad een reclame dat ze nu verschillende soorten McChickens hebben. Kijk, dit ziet eruit als veggie. Want dat ziet er niet uit als kip. Dit ziet er wel uit als kip. En dit zal dan spicy zijn, want dat ziet er anders uit. Dus dit is de normale. We beginnen met de McChicken gewoon. Ja. Wat is de McChicken? Dat is gewoon zo'n boterzacht bolletje. Een stukje in elkaar gedrukte kip. Een beetje ijsbergsla en een soort mayootje erop. Ja, kind kan de was doen, altijd lekker. Overigens zijn al mensen die zeggen, ja maar dat is niet de hele diervriendelijke kip. Nou, volgens mij is er geen één kip die dood op een broodje ligt, die wel diervriendelijk is behandeld. Hè? Want dan zou die namelijk nog door het weiland redden. Hm? Dan gaan we naar de Spicy McChicken. Pittige kip. Nou, wat hebben ze dan gedaan? Zelfde opbouw als de rest, alleen hier zit opeens een ander soort sausje op. Het zal me niks verbazen dat een pittig sausje is. Gaan we. Ja, dat klopt. Dat sausje is echt pittig. Meestal is het zo dat als dit soort snacktenten zeggen we maken iets pittigs, dat het niet pittig is. Omdat het namelijk mensen wegjaagt. Mensen in Nederland houden niet zo van pittig eten. Ik heb nu twee hap op van deze Spicy McChicken. Het bekkie staat gewoon in de brand. Deze is echt gewoon bokkenbok heet. Maar wel lekker. Ze liegen over niks. De Spicy McChicken is gewoon verschrikkelijk spicy. Of dat nou daardoor lekkerder is, weet ik ook niet. Nou, daar gaat hij. Eigenlijk gaan we nu naar de McChicken waar geen chicken in zit. Dit is eigenlijk de enige diervriendelijke McChicken. En ik ben niet zo van het vegetarische. Ik hou van stukken dood dier op mijn broodje. Het spijt me. Ik zal wel later gestraft worden, maar dat is er maar zo. De meeste dingen die vegetarisch zijn, zijn gewoon niet te bunkeren. Dat is gewoon wat het is. Maar het is hetzelfde lekkere zachte broodje. Het is hetzelfde sausje. Het is dezelfde crispy sla. En dat stukje vegetarische kip is ook gewoon in de frituur geweest. En zoals jullie weten, maak je in de frituur een drol lekker. Dus waarom zou dit niet lekker zijn? We gaan het proberen. De Veggie McChicken. Dus eigenlijk is het de Mc groentepulp. Lijkt zelfs op kip. Kijk, dat stukje nepvlees heeft een andere structuur dan de echte McChicken kip. Alleen, echt heel anders smaken doet het niet. En laten we eerlijk zijn, het is gewoon uit het frituur met saus. Daar kennen jullie het gezegd van. Uit de frituur met saus is niet duur en altijd wous. Dat verzin ik net en het was niet de goede. Deze met chicken veggie. Is gewoon helemaal niet vies. Er gaat iets unieks gebeuren bij Jans Reviews. Een vegetarisch product wordt niet laatste. En krijgt niet het laagste cijfer. Het is toch ongekend. De minst lekkere.
De Spicy McChicken. Waarom? Ik heb niks tegen bokheet, maar je proeft alleen maar bokhete saus. En dat is niet de bedoeling. Hè? Er moet ook nog een beetje meer vlees zijn. Is hij vies? Nee, natuurlijk is hij niet vies. Het is gewoon een prima dingetje. Is alleen niet mijn smaak. Krijgt een 6. Op de tweede plek, het is ongelooflijk, maar de Veggie McChicken, die scoort hoger dan de Spicy. Die krijgt van mij een 7. Waarom? Gewoon heel goed gelukt. Zo'n goed vegetarisch gelukt product. Als ik heel eerlijk ben, vind ik de McDonald's niet iets voor vegetariërs. Nee, wie ben ik? En op het stipje, het kipje, op 1. De gewone McChicken kip. Zonder veggie, zonder pittige saus. Gewoon het oude vertrouwde. Kippetje. Met mayo. Geen gelul. Krijg van Jan een 8. Nou. En nou niet weer in de comments plaatsen van ik snap wel dat hij zo dik is. Hij zal het allemaal wel weer opvreten. Nee. Ik heb nu mijn werk gedaan. Dit gaat gewoon lekker de prullenbak in. Ben je nou helemaal gek geworden?